In Haarlem prima weersomstandigheden voor een lekkere wedstrijd voetbal. Jong Sparta op avontuur bij de koninklijke HFC. De twee oudste clubs van Nederland met de eerste kans voor Jong Sparta. Daar is het Boukari die de bal over het doel van Boks weet te krijgen. HFC, de oudste amateurclub van Nederland. En Sparta, de oudste profclub van Nederland. Hoe kan het dat ze in die tweede divisie tegen elkaar komen? Het is de tweede helft met de voorzet. De bal komt bij Van Son. En dan is het 1-0. Daniel Van Son na de assist van Tim van Soest. Met een prima voorzet. Van Son helemaal vrij. Die legt hem voor zijn linker. En in de korte hoek is doelman Krannings geslagen. En is het dus 1-0 voor HFC. HFC dat doorgaat en hier het hoofd van de verdediger Wessel Boer weet te vinden. Dan is het 2-0. Het is de 68ste minuut en dan gaat het hard. HFC prima seizoen bezig en Wessel Boer komt hier voor de verdediger Breedijk. En HFC weer goede actie daar van de aanvaller. Die wordt gepakt. Sterling is dat. En de overtreding is dan van Harraoui, betekent strafschop, zegt scheidsrechter Tom Winkel. Over het been van Harraoui en Tamires achter de bal. En die doet dat onberispelijk. Prachtig, hoog in het doel geschoten. Gertjan Tamires, hij met de 3-0 voor HFC. Zijn vijfde treffer in deze competitie. En het slotakkoord komt op naam van Van Son. Zijn tweede van de wedstrijd en de 4-0 zegen voor de ploeg uit Haarlem ten opzichte van Jong Sparta.